Aan de Drentse kant van het Vochtelowerveen ontstond op paasmaandagsmorgens een enorme natuurbrand. Rond 9:45 maandagmorgen moest de brandweer van Appelscha richting Boven Smilde om bijstand te verlenen. Het vuur woedde tussen de Meesterwijk en Veenhuizen. De spuitgasten van Appelscha gingen het bos in, maar moesten zich terugtrekken omdat het vuur hoog oplaaide. Op een veiliger punt begon men opnieuw met blussen. In een groot opblaasbaar bassin werd door giertanks water gepompt. In dit bassin kon ruim 5000 liter water worden opgeslagen. Op een gegeven moment kwam er een grote tankwagen met 35.000 liter water aanzetten, zodat er voldoende bluswater was voor de TS van Appelscha. Het vuur breidde zich aan de andere kant van het veen uit richting gevangenis Bankenbos. Brandweerkorpsen uit de rest van Oost-Stellingwerf werden hierdoor ook opgeroepen voor assistentie. Uit heel Friesland en Drenthe werden brandweermensen naar de brand gedirigeerd. Van Eelde, Assen, Smilde tot Hogeveen en van Appelscha tot Sneek en Bergen. De brandweer kreeg ondersteuning van een tweetal legerhelikopters. Met grote waterzakken konden zij het water vlakbij lozen, wat duidelijk veel effect had. In de vroege ochtend was het vuur onder controle en was zeker 100 hectare natuurgebied verwoest. Klaas de Groot filmde voor GPTV de Friese brandweerinzet in het Drentse natuurgebied.